dat ik mijn rijbewijs ben kwijtgeraakt. Het is ongelooflijk, maar ik denk dat ik gewoon de komende tijd beter van auto's af kan blijven. Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Supercar Monday. We gaan het vandaag even helemaal anders doen, want ik ben mijn rijbewijs kwijt. Ik ben stom geweest, ik heb te hard gereden en ja, dat houdt in dat ik niet meer dit kan doen. Dus gaan we vandaag offroad rijden. En offroad rijden op een privéterrein, niet op de openbare weg. Een plek dus waar ik wel mag rijden en waar ik jullie iets vets kan vertellen. Want we gaan niet zomaar offroad rijden, nee, we gaan offroad rijden met een Brut. En die Brut, ja, dat is een bijzondere auto, dat is een apart verhaal. Ja, en dat ga ik jullie vandaag vertellen. Ja, en op zo'n offroad terrein, daar ben je natuurlijk niet zomaar. Nee, we zijn nu in Den Haag. We moeten naar Loon op Zand, een uurtje rijden. Ja, ik mag niet rijden op de openbare weg, dus moet ik me maar laten rijden. Ja, ik zeg de ideale tijd om even te kijken hoe deze brute Jeep, want dat is het gewoon, een omgebouwde Jeep Wrangler die helemaal naar smaak is gemaakt. Ja, hoe die bevalt op het openbare wegdek. En ik zou zeggen, gechauffeurd worden doe je toch altijd rechts achterin. Ja, en dan zit ik opeens achterin een auto, iets wat ik helemaal niet gewend ben. Want ja, ik rijd natuurlijk liever zelf, maar ja, dat gaat nu even niet. Wel het ideale moment om die Brut eens even te testen op de openbare weg. Want wat is dat nou precies, een Brut? Nou ja, het is gewoon een Jeep Wrangler, die is omgebouwd naar een Brut. En die Brut, dat is een soort huistuner van het merk Jeep. En die maakt de auto zoveel beter als dat hij al is. Het is natuurlijk een icoon van een auto. De basis voor 4x4 offroad rijden doe je met een Jeep Wrangler. En ja, als je dan het interieur ziet van deze auto, dan denk je, dit is toch gewoon veel te mooi om offroad mee te gaan rijden. Want de materialen, hoe het eruit ziet, het is helemaal gepersonaliseerd. Ja, dat is ook het hele verhaal van dat merk. Brut, dat is gewoon een auto waarmee je kan onderscheiden, hè? Iedereen doet zijn best om zijn Ferrari Pista een mooi kleurtje te geven, maar een Range Rover bestellen we allemaal in het zwart-zwart. Nee, bij een Brut bestel je mooie buitenkleuren, het interieur helemaal op smaak te maken. Ja, en dan zit ik hierin, achterin is het alles behalve comfortabel, want heel veel ruimte heb ik niet. Maar ja, dit is ook helemaal geen auto waarmee je je laat chauffeuren natuurlijk. Dat doe ik nu even wel. Maar ik kan niet wachten om gewoon lekker daar achter het stuur te gaan zitten en mijn ding te gaan doen. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik mijn rijbewijs ben kwijtgeraakt. Het is ongelooflijk, maar ik denk dat ik gewoon de komende tijd beter van auto's af kan blijven. En lekker met de Duplo gaan spelen thuis. Want zelfs met een Brut, een auto die hier echt voor gebouwd is, is Pieter weer een moeras ingereden waarbij het echt niet mogelijk was om erin te gaan. Maar de jongens van Experience Island staan hier om ons te helpen met een hele vette Jeep Rubicon. En ze gaan ons eruit trekken. Ik hoop dat het goed gaat. Daar zitten we dan weer onderweg in de Brut. En ja, Brut of Brut, je probeert het ook een beetje gaaf uit te spreken. Want zo'n auto is natuurlijk mega. En dan sta je net in de blubber. En dan sta je helemaal vast hier op Experience Island. En die mannen die dit 4x4 terrein eigenlijk beheren, ja, die hebben ons geweldig geholpen. En dan zie je toch ook wel weer dat dit een vak apart is, hè? Dat hele offroad rijden, dat is wel iets wat je serieus moet kunnen en inschatten, is dit haalbaar of is dit niet haalbaar? En ja, dan rij ik nu in die Brut Richmond, want zo heet dit model. En dan is het echt zo gaaf om te zien wat zo'n auto allemaal kan en waarvoor die gemaakt is. En dan denk ik, die auto kan zoveel meer als dat ik eigenlijk, ja, aan kunde van 4x4 rijden voor me heb. En holy fuck, wat is dit toch een machine, zeg. Dat is echt
je zet dat ding in de juiste gearing en dat is dan weer ja, de aandrijving, zeg maar. Dat ding heeft niet alleen zomaar 4x4 aandrijving, maar dan moet je hier eens kijken wat een heuvel er is en dus serieus mensen die daar op gaan. Ja, niet aan mij besteed. Ik zet hem in zijn achteruit en ik waardeer wat een ontzettend mooi apparaat dit is. Want als je ziet de materialen waarmee dit is samengesteld, het carbon fiber, het leren dashboard, de afwerking. Ik ben er gewoon een beetje van onder de indruk. En los van het feit dat ik lol heb in die 4x4 en de kracht die erachter zit. Want een Brute is niet alleen maar mooi gemaakt, hij is ook beter gemaakt. Door middel van een bepaalde motortuning heeft een Brute 310 pk. En naast die 310 pk heeft hij een bepaald systeem aan boord, waardoor die motor, een 2 liter turbo, echt heel erg lekker klinkt. De afwerking, daar word ik gewoon helemaal wild van. Dit vind ik echt serieus vet. En daarnaast denk ik gewoon dat ik het leuk vind om door een hele gave plas te rijden als ik hem tegenkom. Maar dat echte off-road werk, ja, daar zou ik dan toch nog wel een cursusje voor moeten volgen. En dan denk ik dat ik gewoon de capaciteiten die deze auto heeft voor dagelijks gebruik toch meer waardeer als het brute off-road werk. Want ja, ik denk toch niet dat dit aan mij besteed is. Geef mij de autobaan maar. Dan kan ik alleen maar zeggen, wil jij jezelf onderscheiden en wil jij iets anders als een Range Rover, een Mercedes G-klasse of ja, noem maar wat. Dan zou ik zeggen, kom bij die mannen langs en ga naar een van de verkooppunten en bekijk de mogelijkheden. Want die zijn oneindig. Eerlijk is eerlijk, als je een auto als deze tot hieraan in de blubber zet, wat gewoon puur te danken is aan mijn onkunde, dan moet je zo'n auto gewoon even lekker schoonmaken met het handje. Dus we beginnen met het afspuiten van het echte gore, ruige zand en vervolgens met wat mooie wasproducten die auto van top tot teen weer te laten glimmen. Bedankt voor deze video en op naar de volgende Supercar Monday.